Ik sta op de Gladiolenlaan. Het was vroeger een belangrijke uitvalsweg of invalsweg van Beverwijk. Hij is een beetje verlegd en hij is eigenlijk nog steeds heel belangrijk. Maar dan voor fietsers en voetgangers. Er is hier wat aparts aan de hand, heb ik ontdekt. Akoestisch Beverwijk. Dat gaan we zo even beluisteren. Kijk, als dat meisje nu bijvoorbeeld zingend door het tunneltje zou gaan, dan zou ze dat ook misschien opmerken. Ja, dit tunneltje heeft bijzondere akoestische eigenschappen, heb ik net ontdekt. En dat ga ik eventjes opnemen nu. Het zijn twee weghelften. Dit is de Heemskerkse kant, zeg maar. Dan is die open. En dan heb je de Beverwijkse kant hier. Nou, dat is een enorm verschil tussen Heemskerk en Beverwijk, wat dat betreft. Dan zal ik je even laten horen. Dit is het gedeelte aan de Heemskerkse kant. Dat klinkt gewoon nou, net als je wc'tje thuis. Tja! Een hele korte... Tja! Korte echo. Kort wc-echootje. Lopen we nu naar de Beverwijkse weghelft. Even kijken wat er hier gebeurt. Holle vaten klinken het hardste, zeggen ze. Oeh! Oeh! Tja! Hallo? Nou, ik weet niet hoe dat kan, maar dat viel me gewoon net op. Als iemand weet hoe dit kan, dan... waarom het hier zo galmt. Wah! Dan mag je het zeggen. Ik ga nog eentje naar deze kant. Ja, het is gewoon heel leuk om zelf een keer uit te proberen hoe dat klinkt. Nou, dit is gewoon Elvis 1950 rock'n'roll echo. Well, since my baby left me. Tunneltje bij de Gladiolenlaan. Te gekke sound.